Dit is een bericht van Huig Plug, klokkenluider van justitie voor raadsheer Idris van Stralen en zakenvrouw Carolien Noorduin. Wij zagen elkaar afgelopen donderdag in de rechtbank van Breda bij een getuigenverhoor, waar ik na 20 minuten ben opgestapt. Raadsheer Idris van Stralen is een collega van een andere raadsheer die met de vader van Lisa is getrouwd. Waarom dit filmpje? Ik wil graag van raadsheer Idris van Stralen en zakenvrouw Carolien Noorduin alle processen verbaal in zaken Coldehoven ontvangen, zo snel mogelijk. Van alle getuigen verhoren. Dus van donderdag van mei, maar ook van 29 en 30 juni, toen Lisa verklaringen heeft afgelegd. En ook haar broer en zus en de oma. En Lisa zegt dat ze is verkracht door haar vader op een zeer ernstige, brute manier. En Carolien Noorduin heeft in 2017 of 18 aangifte gedaan. Dat heeft ze verteld tegen Sanne Terlinge in de radiodocumentaire. Mijn vraag is aan zakenvrouw Carolien Noorduin. Heb je recent weer aangifte gedaan, Carolien? Want wat ik heb gehoord, dat tart elke beschrijving. En het is zeer alarmerend als jullie nog geen aangifte hebben gedaan. Jullie hebben ook nog een nevenfunctie. Jullie zijn de advocaat van de moeder van Lisa. Maar jullie zijn ook nog, jullie hebben allerlei vreemde linkjes waaruit belangenverstrengeling blijkt. Noorduin zat in een klasje samen met Sikke Kingma. En Kingma van landsadvocaat Pelsrijke wilde mijn huis veilen. En raadsheer Idris van Stralen is dus, zoals al gezegd, de collega van een raadsheer die hertrouwd is met de vader van Lisa. Ze doen niet aan waarheidsvinding, het duo van Stralen en Noorduin. Maar ik wil wel de processen verbaal zo snel mogelijk hebben. En als dan in oktober of november het proces verder gaat in Breda, die doofpot, die slagbank van Breda, dan alle verdachten in één bankje. Dus Plug, Parlevliet en Van Muiswinkel. En geen trucjes, zakenman en raadsheer en zakenvrouw, geen trucjes. Daar trap ik niet in. Ik heb trouwens materiaal in handen waaruit blijkt dat Coldehoven gebaseerd is op valse aangiftes. Maar jullie zijn niet geïnteresseerd. Waarom niet? Nou, prettig weekend. Luister even naar het volgende fragment. En ben je ook vergeten, Carolien, wat jij op 8 maart 2022 bij het verhoor van Marlies in het dossier hebt gestopt? Een pagina uit, uit de kluisverklaring van Lisa. Daarin staat ook dat Lisa zegt dat ze verkracht is. En als je je mond houdt, ja, dat is strafbaar, hè? Met mij kan je geen deal sluiten. Fijn weekend. Raadsheer van Stralen. Heb je je nevenfuncties al op rechtspraak.nl ingevoerd? Nee, hè? Welke zaken heb je behandeld als raadsheer? Onderste steen, hè? Dit is pagina 138 uit dossier Coldehoven, waarvoor ik al 2 keer in de gevangenis heb gezeten. Dit is... Hier weet advocaat Carolien Noorduin van Summit Advocaten alles van. Zij verdedigde haar cliënten op 8 maart 2022. Ik zat toen ook vast, Pieter Parlevliet ook. En dit is een uit de kluisverklaring van Lisa. Lisa zegt, ik ben verkracht door, en dan noemt ze enkele namen. Dit document is ingeleverd door advocaat Caroline Noorduin. En die ging mij afgelopen week eventjes verhoren. Ik ben weggelopen uit dat verhoor en ik heb gezegd, ik wens niet mee te werken aan dit doofpot-spektakel. En ik heb gezegd, mevrouw Noorduin, u verdedigt de moeder van Lisa en Lisa heeft in mijn bijzijn op 29 juni 2023 in de rechtbank van Breda verklaard dat zij verkracht is door haar vader. Lisa zegt, ik ben verkracht door mijn vader. En de vader is hertrouwd met iemand. En dat is een collega van raadsheer Idris van Stralen. En Idris van Stralen zat van de week ook bij mijn verhoor, samen met Carolien Noorduin. Dit deugt dus eventjes niet. En ik wens
Ik wil gehoord worden en mijn proces onder moet in het openbaar zijn met live streaming. En 3 verdachten moeten in het bankje zitten. Pieter Parlevliet, Marlies en ik, Huig Plug, de klokkenluider van justitie. Niet vergeten.